Heel leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video van Magic Your Ride. Ja, we staan hier in een winderig Kopenhagen voor het paleis van de koningin. Hier woont dus de koningin van Denemarken. En we zijn hier aan het wachten op de wisseling van de wacht. Die gaat zo dadelijk beginnen. En we gaan jullie vandaag ook een beetje meenemen naar andere leuke plekken hier in Kopenhagen. Dus dat wordt kei leuk. En sorry als jullie mij niet goed verstaan, want ja, het waait een beetje. Zo gaaf dat er hier op dit schip gewoon een helikopter staat. Echt super cool. En hier staat een super bekend beeld, namelijk David van Michelangelo. Cool zeg. Thank you.
een van de bekendste en belangrijkste plekken hier in Kopenhagen is natuurlijk de kleine zeemeermin die hier vlak achter ons staat. Dat is echt superleuk. Dat is natuurlijk een sprookje van Hans Christian Andersen, de kleine zeemeermin. Hans Christian Andersen woonde hier ook een tijdje in Kopenhagen. Voor wie een fan is van Hans Christian Andersen, hier kan je enkele beelden tegenkomen van Hans Christian Andersen. Eén staat op het Radhoesplein, als ik me niet vergis. Moest ik me vergissen, gewoon even kijken. De Hardrock Café staat er ook, waar dat heel lekker is om te eten. En er staat ook de Hans Christian Andersen Experience. En die staat in de Hans Christian Andersen Street, als ik me niet vergis. Dus ik zit helemaal fout. Alleszins, kijk maar eens even. Wat wou ik nog zeggen? Wie echt heel veel geluk heeft, die kan ook terecht in de kamer van Hans Christian Andersen in Magasin du Nord. Ik heb geen idee op welk plein dat weer ligt. Maar ook als je dat zoekt hier in Kopenhagen, Magasin du Nord, dan kom je eruit. En daar staat de slaapkamer waar dat Hans Christian Andersen even verbleven is. En soms heb je het geluk dat je daar eens een kijkje mag nemen. Dus zeker, zeker het bezoeken waard. En wat ik nog zeggen, als je echt van Hans Christian Andersen houdt, dan moet je ook een bezoekje brengen aan Oedens. Odense geschreven. En in Oedens, daar is Hans Christian Andersen geboren. Daar heeft hij ook het meeste tijd van zijn leven doorgebracht. Daar kan je zijn werkhuis bezoeken, daar kan je zijn geboortehuis bezoeken. Er staan verschillende beelden van hem. Echt keileuk. Maar als je alleen in Kopenhagen komt, zeker de kleine zeemeermin bezoeken. En ook zeker de beelden die je vindt bij Hans Christian Andersen Experience. En op dat plein. En in, ergens in de tuin. En, well, het is keileuk. Gewoon doen, gewoon doen. Hier kijken we naar de Neeshaven. Deze haven staat bekend om zijn gekleurde huisjes. En hier kan je eigenlijk ook heel veel eten vinden. En hier kan je ook een kanaaltour doen en zo. Dus ja, dat is heel mooi om te zien. Maar het is ook super druk. En daarom hebben we niet gefilmd in de haven zelf. Maar op deze manier zien jullie toch een klein beetje. Times do I have to tell you, even when you cry in your beautiful tomb, the world is beating you down, I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing it, ringing in my head for you. Denemarken is natuurlijk ook echt wel het land van de vikingen. En nu kan je in het Nationaal Museum gaan kijken naar Ragnarok. En daar vind je ook deze beelden terug. Dat is keileuk. Ja, excuseer al voor het geluid. Maar het waait weer heel hard, dus ik kan er helaas niks aan doen. Ja, aangezien dat zelfs een Gert hier niet zijn geweest, doe ik weer een leuke Bassie en Adriaan update. Want we staan hier namelijk nu aan een toren die ook te zien was in Bassie en Adriaan. Hoe keihard leuk is dat? Ik ga hem even laten zien. In deze toren kreeg B100 ontelbare ballen over zich heen. Echt keihard leuk. Al ja, niet keihard leuk voor B100 natuurlijk, want ja, hij had weer pech natuurlijk toen. Maar ja, wel keileuk dat ik hier nu ben. We zijn even aangekomen op het volgende stukje van onze trip hier in Kopenhagen. Dit is het Koninklijke Tuin. De Koninklijke Tuin. En hier achter mij is de Roze Tuin. Kijk eens hoe super mooi hier. Wauw. Beetje rust hier. Keileuk.
En hier in de Koninklijke Tuin staat ook nog één van de beelden van Hans Christian Andersen dat ik echt wou zien. En er is iets heel speciaals, want je kan hier Hans Christian Andersen nog horen. Dus dat is kei leuk. Gaan we ook eens doen. The idea was first to place listening children on my knee as part of this statue. What an insult. I opposed it because I do not regard myself as just a children's author. I was born in Odense on the island of Funen on April the 2nd, 1805. Father was a shoemaker and mother washed for people. But despite my humble background, I had a fairly happy childhood. When I was 14, I went to Copenhagen for the first time by mail coach from Odense. Not a particularly pleasant trip, but I was happy. I did not know what awaited me in the big city. For 2 years I wandered the streets without much to live on. I wanted to be an actor, a singer and a dancer at the Royal Theatre, but I had no luck with any of it. I wrote my fairy tales instead, fairy tales for both children and adults. But let me confess something to you. It can at times be quite lonely to sit here all alone. Zo, dit was onze video hier in Kopenhagen, de stad van de sprookjes. Hopelijk vonden jullie het leuk om mee te gaan naar Kopenhagen. Als het zo is, steek dan zeker jullie duimpje omhoog en vergeet ook zeker niet te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. Hartelijk bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Daag!